Kunt u het iets duidelijker formuleren? Hebben we het nou over LBHBTI en alles? Of waar gaan we het nou over hebben? Koe op zolder. Vandaag koe op zolder in Vianen. Gemeente Vijf Herenlanden. Vijf Herenlanden? Herenlanden? Kan dat nog wel in deze tijd? We gaan het vragen. Nou, als je die discussie gaat zeggen, dan kunnen we natuurlijk genderneutraal gaan doen. Dan is het helemaal een raar verhaal, of niet? Heren gewoon. Ja hoor, gewoon lekker heren. Nee. Geen gekkigheid. Doe maar normaal. Ik denk dat we dan de vijf dameslanden nog moeten doen. Hè? Dat klinkt nog wat netter. Als we heren hebben, dan hebben we ook dames. Nee, vijf herenlanden moet gewoon blijven. Ja, tuurlijk. Vijf herenlanden. Vijf vrouwenlanden vind ik ook niet goed. Ik vind helemaal niet dat de mannen, vrouwen of genderneutraal in het woord hoeft te zitten. He? Laat maar gewoon makkelijk houden. Veel beter. Vijf landen. Ik vind het fantastisch. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar totaal niet over nagedacht heb. Ik weet niet eens is dat er iets gaande is in deze context. Dus... Nee, zeker niet. Zeker niet. Vijf herenlanden. Gewoon dat de wijk gewoon van de chaos en zo. Dus, vrouwenlanden? Nee. Ik heb liever vijf vrouwenlanden. Dat vind ik wel aantrekkelijker. Nee, dat is echt flauwekul. Laten we gewoon nuchter blijven en niet daar een probleem van maken. Dat kan toch absoluut niet met de vijf herenlanden. Het is toch discriminatie van alle biseksuelen, homoseksuelen, van alle vrouwen. Kom ik nu op tv of niet? Ja? Is goed man. Hey, werk je nog even. Hoi hoi. Meneer Vrolijk. Ja, ja, ja. Vijf herenlanden blijft vijf herenlanden. Klaar uit. Haboo, haboo.